Nou, hoe heet dat? Derde kerstdag? Rommel. Maar wel mooi weer, hè? Dus, elke dag hier mooi weer. Het wordt dan boven vandaag iets van 12 graden of zo. En daarbij twijfel ik. Kijk, dit pad is best wel heel mooi geworden. Gisteren is ook nog even geverfd. En wat twijfel ik nu is... Oké, dit is beter belichting. Ik twijfel dus of het nu wel echt goed droogt. Want het is toch net iets te koud. Het is... Kan je even vegen zo? En ik blijf je dus wit. Dus het is toch niet echt hoe ik het gewend ben. Ja, dit ziet er niet uit. Dit heb ik eraf geschuurd gisteren, die verf. Die heeft niet blijven plakken. Kijk, dit heb ik gisteren ook gedaan. Zo moet het allemaal worden uiteindelijk. Maar ik probeer toch maar even wat geduld te hebben, denk ik. En maar wachten tot het voorjaar dat het boven de, tegen de 20 gaat worden. En dan te verven. Ik denk dat dat gewoon beter is. Hoe mooi het ook nu is en hoe satisfying het is ook om het te doen. Nou, ik heb ook nog die gedaan. Dus ja, ik ben natuurlijk ook al een heel eind. En leuk. Maar zo moet het dus allemaal worden. Ja, het liefst in het hele kamp. Maar dat is een... Echt een monnikenwerk. Mag je dit leuk werk lijken, dan kom dan even hierheen en kan je me helpen. Het plan nu is om vandaag even iets met die kerren verder te gaan. Die vloer is dus een beetje klaar binnen. Er moet alleen wat plinten omheen. En nu wil ik met de muren beginnen. Dus ik heb schrootjes binnen. En de spullen heb ik natuurlijk hier. Eens kijken wat voor effect dat geeft. En dan om een uur of 12 ga ik Eddie's ophalen. En dan gaan we samen de boodschappen doen voor de kerstpakketten hier. Dat is ook nog een kleine actie. Meestal hebben we iets van 25 pakketten verdelen. Dit jaar wil ik gewoon een kleiner aantal, iets van 10 pakketten of zo maar. Zodat ik tijd heb om bij de mensen even te zitten en te babbelen. Oké, nou, dit is de muur. Ja, weg enzovoort. Maar kijk, daar heb ik al nieuwe schrootjes in. Dus dat ziet er net uit. En dan in het plafond, daar komt dus allemaal schrootjes overheen. Eerst de reparatie van de latten natuurlijk eronder die het houden, en dan de isolatie terug. En dan schrootjes erover. Dan heb je gewoon een, ik denk straks toch best een leuk huisje. Zo, even een korte satisfying video. Kijk, mooie... Muurtje helemaal klaar tot en met bovenin en hier dus en nu door. Oh man, oké, de laatste set zijn video. Kijk, dit is het plafond, ook dat gaat helemaal goed. Ik was nu geroepen, ik moet inderdaad Eddie's en Arne ophalen. Donderdag ochtend, weer mooi weer. En kijk eens even, ik ben alweer een stuk verder. Zit het plafond alweer een stuk erin. Dit ben ik een beetje aan het slopen, dit kastje en zo. En daarna, nou, dan straks nu ook daar de houtjes in. Dan gaat het al heel hard eigenlijk. Ik heb hier al kussens voor bedacht. Hier komt een tafeltje. Nou, dit is allemaal vies, dat moet ook gewoon schoon. Ja, hier komen plankjes nog tegen. Die kan het ook allemaal, bed heb ik ook al bedacht. En dan nieuw bed in timmeren en nieuwe kussens naar die ramen. Heb ik ook al weer spullen voor gekocht. Doel is vandaag gewoon dit ding zo ver af mogelijk timmeren. En dan heb ik nog twee caravans. Dus dat lijkt me ook wel een uitdaging. Ik heb eigenlijk mijn eigen caravan waar ik dus slaap. Die daarnaast, die Samuel de braamstruiken weg heeft gehaald. Die binnen, die is vrij klaar. Daar kan één persoon slapen. Dan heb ik nog een andere caravan waar die de Arno en Samuel vandaag de braamstruiken weg gaan halen. Die wil ik ook in orde maken. Daar kunnen 1-2 personen in slapen. En dan deze, hier kunnen 2 in slapen. Dus dan heb je dus toch 1, 2, 3, 4. Heb je er gewoon 5 slaapplekken eventueel bij. Maar ook voor mensen die niet in een grote slaapzaal willen slapen, maar privé willen hebben. Nou, het gaat steeds meer uitzien als een kamp. En niet alleen een bouwput. Ja, ook nog wel echt een bouwput.
Hey, Mickey. Morgen. Hè? Zo. Ja, blij hè, blij. Kijk, gisteren hout gekocht en allemaal spullen voor de kerstpakketten gekocht. Dus gaan toch een paar kerstpakketten verdelen dit jaar. Ik denk dat het er 12 worden uiteindelijk. Ik heb nu 10. En ik wil er niet 25 voor, ja, want het is te veel werk. Zo, gezellig hoekje. Kijk, die onderkant zit er nu helemaal in. Spin. De bocht gaat in. Het plafond zit er ook in. Vrijwel helemaal, niet helemaal, hier nog een paar stukjes. En daar nog een paar stukjes. Dan krijgen we dit project. Dat weet ik niet. Gewoon strootjes denk ik, verder niks doen. En dan krijg je daarna natuurlijk het project van dit bed. En we hebben nog een kast. Wat ooit een wc is geweest. En zelfs nog een chemisch toilet in zit. En we hebben nog de gaten te dicht te maken. 1, 2. En dit raam. En dat idee is niet het raam helemaal gewoon dicht te timmeren. Zo, daar zit ik dan. In mijn bijna sauna. Ha, dit is allemaal nog warm ook. Nou, ik ben helemaal trots op. Kijk, het is helemaal een beetje dicht zo. Vol. Goed, super. En door. Oké, 10:30 geweest, donderdagavond. Ik kom ook net terug uit Kuilenbad. Ik ga nog even naar de caravan om lekker bezig te gaan. Kijk, deze hoek is vreselijk, alleen ja, nou al 50% minder vreselijk. Omdat er toch al aardig weer wat reparatie uitgevoerd. Deze lag hier helemaal uit elkaar, hier deze hoek. Er zat gewoon een groot gat naar buiten, dat was uit elkaar getrokken een keer. Dus ik heb hem nu redelijk in elkaar en die schrootjes en zo, die gaan veel bedekken. Ja, toch lekker hobbymatig even bezig. Ik ga zelf nog even verder. 10:50 en door. Nou, toch maar even stoppen dan nu, hè. Kijk eens even. Die lelijke muur, die wordt ook mooi. En ik ga hem helemaal dicht timmeren. Dus er komt geen raam, helemaal niks. Dus dan heb ik het glas van niks gekocht. Ik heb plexiglas gekocht. Die spullen eigenlijk, maar dat geeft niet, want ik heb nog een andere caravan. En vandaag hebben Arno en Samuel die helemaal struikvrij gemaakt, die andere caravan. Die is iets beter gestaan dan deze, maar ook leuk om die te gaan betimmeren.